Buurtclub Vinkhuizen Samen zoekt een buurtbode. Vinkhuizen Samen is een groep bewoners uit Vinkhuizen die zich zorgen maakt over een samenleving die steeds minder oog heeft voor elkaar. Decentralisaties in de zorg, verminderde huishoudelijke hulp, een toenemende individualisering en steeds minder voorzieningen in de wet maatschappelijke ondersteuning, dat wil de club allemaal te lijf gaan. Hoe ga je zorgen dat je duurzaam mensen kunt gaan inzetten voor hulp aan mensen die dat nodig hebben? En ook hoe zorg je dat het leuk is en dat mensen het blijven doen en het ook met hun hart gaan doen? Want dat is heel belangrijk. Na lang denken kwam men op het idee van een buurtbode. Een buurtbode is, moet je een beetje denken aan de ouderwetse postbode, komt huis aan huis en levert in dit geval geen brieven af, maar gaat recyclebaar afval ophalen bij de bewoners. En maakt een praatje en vraagt en passant ook van: heb je nog hulp nodig deze week of volgende week en wat voor hulp heb je nodig? Een buurtbode inventariseert de behoeften van de mensen uit de wijk. Bijvoorbeeld ramen zemen, een lampje ophangen, een heg knippen, een straatje vegen, meegaan naar de winkel of naar het ziekenhuis. Al dat soort dingen die nu tussen wal en schip vallen. De buurtbode krijgt een kleine vergoeding, betaald met geld wat de organisatie ontvangt door de verkoop van recyclebaar afval. Iedereen denkt dat het niks waard is, maar als driekwart van de huishoudens in Vinkhuizen mee zou doen door het verzamelen van frituurolie, kleding, kranten, plastic flessen, mobieltjes, noem maar op, klein elektrische apparatuur, dan sta je versteld van het geld wat je daarvoor kunt ophalen. Hilda Kiezenbrink uit Vinkhuizen maakt zich zorgen over de steeds minder zorgzame samenleving. Ze zeggen wel, je moet het zelf regelen, maar hoe en wie betaalt dat? Ja, je krijgt wel brieven, maar er staat in wezen niks in. Ja, het enige wat erin staat is dat het stopt. En dan? Ja, en dan moet je het maar uitzoeken. En Ineke Excel is blij met het initiatief. Ik vind het fantastisch. Kijk, ik heb natuurlijk wel thuiszorg en dat is heel fijn. En ik heb ook wel vrienden die me af en toe behulpzaam willen zijn. Maar ik ben al zo lang ziek dat ik al zo vaak dingen gevraagd heb dat het langzaam moeilijk is. Dus als een organisatie is die bijvoorbeeld al papier ophaalt, wat ik altijd braaf verzamel, en me helpt bij zo'n klusje als die lamp ophangen, fantastisch. Het plan voor een buurtbode wordt 26 september op het straatfeest van de Briljantstaat gepresenteerd.